Iedere dag vlees of vis eten is best prijzig. En er zijn zoveel lekkere, gezonde maaltijden te bedenken zonder vlees of vis. Ik maak een zomerse curry met ei. Een ei is een prachtige eiwitbron voor een dagje zonder. Ik laat je zien wat je er allemaal voor nodig hebt. Zilvervliesrijst, courgette, bosui, sugarsnaps en groene paprika, groentebouillonblokje, currypoeder, kokosmelk en eitjes. Deze curry maak je in een ovenschaal. Alles gaat erin. De rijst, de groenten, de kruiden, de specerijen en het vocht. En dan, de oven is al voorverwarmd tot 200 graden, gaat die in de oven garen, afgedekt. Super simpel gerecht dus en heerlijk voor doordeweekse dagen. Ik begin met de rijst, 300 gram. In een pak zit 400 gram, dus ik laat er nog een klein beetje achter. Dat is eigenlijk altijd wat ik reken voor 4 personen. 300 gram spaghetti, rijst, couscous, dan kom je goed uit. Dus dat is de basis. En daarbij gaan natuurlijk lekker veel groenten. Ik heb een courgette en een groene paprika. Groene paprika zijt ik in reepjes. De groene paprika is de onrijpe versie van de, nou ja, je hebt ook rode en gele paprika. Die zijn natuurlijk veel zoeter. Maar ik vind het lekker om in dit geval de groene paprika te gebruiken. Omdat we straks de zoete kokosmelk eroverheen doen. Ja, en daar vind ik het dan dus heel lekker mee combineren. Het is een frisse smaak zit eraan, ook een beetje pittig. Erg lekker in deze curry. Ik snijd het in reepjes, dan zie je nog een beetje wat er van terug zo. Wat er ook in gaat is courgette. Die snijd ik in halve plakken. Dus alles niet al te fijn, want dan heb je naast de rijst straks nog een beetje, ja, iets knapperigs, hè? Een beetje bite, een beetje structuur in je gerecht. Dus één keer doormidden, op zijn kantje kan je er zo halve plakken van snijden. Nou, dit is echt zo'n eenvoudig te maken gerecht. Eigenlijk is de oven straks aan het werk, maar ik niet. Kwestie van snijden. En dan rustig laten garen. Nou, dat is natuurlijk super fijn als je door de week druk bent en je wilt toch gezond eten. En toch een lekkere, vullende, voedzame maaltijd. Dan is dit echt een topgerechtje. Bosui. Flink wat bosuitjes. Erg lekker ook. En ook die mag zo bovenop de rijst. Dit beetje houd ik even achter. Het is leuk om straks nog over de schaal te garneren. En ik heb hier sugar snaps. Het lijkt een beetje op een peultje. Ze noemt ook wel suikerbijtjes. Die gaan ook zo in zijn geheel eroverheen. Die zijn lekker knapperig, zoetig. Dit gaat allemaal garen in de oven. En wat ik nu nog nodig heb, er moet natuurlijk een beetje een curry smaak aan komen. En die rijst die wordt straks ook lekker geel. Dat doe ik met currypoeder. In currypoeder zit ook kurkuma. Kurkuma is geelwortel en die gaat de rijst mooi geel kleuren. En dan heb ik hier nog een hele leuke specerij liggen. De serré, ofwel citroengras. Vind ik altijd ontzettend lekker. Ik ruik er nu aan. Maar om hem echt goed smaak af te laten geven, moet je hem kneuzen. Dat kan je doen door even met je mes er bovenop te slaan. Flink slaan. En dan een beetje zo te breken. Nou, als je dan ruikt, het is een mengeling van limoen en citroen en kokos. Ik vind het zo ontzettend lekker. Nou, in dit gerecht kun je die hele stengel zo erbovenop leggen en in het vocht mee laten trekken. Want het krijgt goed de tijd. Als je nou geen tijd hebt en je wil wel de smaak van serré toevoegen aan je gerecht. Bijvoorbeeld een roerbakgerecht in een wok. Dan kun je het fijn snijden en dan geeft het natuurlijk veel sneller nog smaak af. De kokosmelk. Dan met een lepel even eruit lepelen en verdelen over de ovenschaal. Ja, een curry zonder kokosmelk. Dat is natuurlijk niet echt een lekkere curry. Tenminste, ik vind dat heel erg lekker erop. Het hele blikje gaat er overheen. En dat gaat straks, ik ga straks halverwege de oventijd nog eventjes doorroeren. En dan mengt zich dat prima met de rijst en de groenten. Okay. 600 milliliter kokend heet water. En een half bouillonblokje. Ik gebruik een groentebouillonblokje. Dat verkruimel je. Nou, en ik ga het halverwege de gaartijd ga ik het echt eventjes doorroeren. En dan mengt die kokosmelk
En het groentebouillonblokje zich door de rijst en de groenten. Nu afdekken. En dan in de oven. 40 minuten, 200 graden. En nu natuurlijk nog de eieren. Ja, ik kies voor 1 ei per persoon. Maar van mij mag je ook 2 eieren per persoon gebruiken. Het is super gezond. Er zitten hele goede eiwitten in. Zeker als je geen vlees eet. Een goed alternatief. Gezonde vetten. En budgetvriendelijk. Nou, hij ruikt heel erg lekker. Je ruikt die zoete kokosmelk. Kijk eens, wat een plaatje. De serré mag eruit, hè. Die heeft voldoende smaak afgegeven. Die gooi je weg. Denk, nu kun je hem een beetje zo lekker doorroeren. En dan zie je dat je een hele lekkere romige rijst hebt gemaakt in de oven. Met 4 verschillende groenten. Dat eitje straks erbij. Dan heb je gewoon een hele gezonde maaltijd. Ik ga de eieren afgieten. Ik heb ze goed laten schrikken. Dan komt het velletje mooi, het schilletje mooi los. En dan leg ik dat zo heerlijk bovenop de curry. Zo. Bordjes. Een lekkere schep van die rijst. Die rijst is ook prachtig mooi geel geworden. Dit is echt een gerecht wat je ook goed kunt voorbereiden. Dus je, stel dat je 's ochtends iets later naar je werk gaat. En dan kun je dit natuurlijk helemaal zo al klaarzetten. Heel handig. Eitje erop. Even naar midden snijden. En ik heb nog wat van die knapperige bosui achtergehouden. Dat maakt het natuurlijk ook heel leuk. Nou, en dan met dat eitje en die bosui is het een hele slimme, budgetvriendelijke manier om je vlees of vis te vervangen. Eet smakelijk!